Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. En in dit programma bespreken we natuurlijk weer het wel en wee in de wereld van ringsporten. En aan tafel weer zoals altijd Melvin Manhoef en speciale gast vandaag Mike Frenken. Hallo, hallo. Welkom. Vertel eens even, wie is Mike Frenken? Mike Frenken, een boer uit Brabant. Nee, een boer uit Brabant? Ik ben niet, geen match, maar ik kom wel uit Brabant, ja. En daar wil ik natuurlijk ook vertegenwoordigen. En ja, Mike is... Vanaf jongs af aan al bezig met vechtsport. Waar kom je vandaan? Het Zomeren. Zomeren? Ja, Zomeren. Zomeren. Hey, en je bent al vanaf kinds af aan met vechtsporten bezig. Wat is je achtergrond? Ja, ik mocht van papa niet voetballen. Dus toen werd het maar een vechtsport. En sindsdien zijn we erbij gebleven. Want dan kon je jezelf leren verdedigen waarschijnlijk. Nee, ja, ik was gewoon te veel in spring gaan. Ik was veel te druk. Oh. Ik moest mijn energie kwijt. Ja. Hey, en welke vechtsport heb je gedaan als eerste? Ja, gewoon kickboksen. Oh, je bent gelijk met kickboksen begonnen? Ja, gelijk kickboksen inderdaad. Daar een verder gerold. Dus, ben je ook gelijk begonnen bij Chef? Nee, ik heb overal een beetje afgetast. Ik ben in een frietzaakje in Zomeren begonnen. Vervolgens daar geweest. En uiteindelijk dat ik een beetje ingerold ben bij Chef de laatste 10, 11 jaar al. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Wow. Hey, en waarom Mike Frenken voor jou, Melvin? Ook net zoals Mitchell Lammers. Dat waren toen de jongens natuurlijk in het semi-prof. Die zeg maar de talent hadden. Nou, ik had natuurlijk met Nicky werkte ik altijd ook en Chef Weber. Ja. En Chef die zegt tegen mij van nou, ik heb een leuke jongen. Die is technisch, die gaat hem worden. Dit wordt de nieuwe Nicky. Ik zeg nou, als hij de nieuwe Nicky. Ja. Dus je krijgt gelijk de titel dat jij de nieuwe Nicky. Dat is wel doel voor, ja. Dat wil hij wel gaan maken. Dat is toch best wel iets waar je tegenop moet. Je moet het nog maar waar zien te maken. Laat het hopen. Ik bedoel, we stellen geen doelen. Of ja, in ieder geval, het is geen vooruitzicht dat het moet. Maar we gaan kijken waar we komen. En als Melvin nu zegt dat een derde al van Nicky presteert, dan ben ik al heel tevreden. Ja, kijk, dat is mooi toch? Dat zijn mooie woorden. Nou, en dat is dus eigenlijk wat ik bedoel. Zo ben ik zeg maar in contact gekomen met Chef. Die zei tegen mij, hey, deze jongen moet je erbij hebben. Ja. We hebben in een toernooi geplaatst. Hij heeft ook het toernooi gewonnen en hij heeft dan ook daardoor een contact. Ja, maar jij wilde eerst een andere jongen bij ons, hè? In het toernooi? Ja, in het toernooi. Ja, en die kon niet. Dus, en toen kreeg ik... Toen, ja, dat is echt zo, hoor. En zo kom Wint jij hij dus... ook nog het toernooi. Ja. Nou ja, dus... Hoe was dat dan? Dus eigenlijk eerst was je een soort tweede keus, maar nu ben je leading. Ja, het was heel gek gelopen toen. Ik vond... het was heel nieuw en het waren jongens waar ik tegenop keek. En die ook veel meer ervaring hadden dan mij. Maar ja, uiteindelijk zo zelf het toernooi weten te winnen. En zo langzamerhand mijn stappen gemaakt tot waar ik nu hier zit. Yeah. Dus, heb je ook, zeg maar, hè, als iemand jou de mini Holsken zeg maar, noemt, heb je er al een keer tegen mogen sparren ook, zeg maar, op die manier? Dat je ook een beetje van de meeste... Ja, maar ik ben de vaste trainingspartner van Nicky. Oh, je bent altijd al van altijd hem. Ik moet combinaties, sparren, alles erop en eraan. Daar ben ik de uitgegooid gekozen persoon voor. Ja. Kijk, dus dan begrijp je natuurlijk wel waar het zo direct, hè? Waar het zo direct gaat komen. Dus als hij dan net wat hij zegt, als hij een derde, hè, van Nicky zou doen, wat ik niet denk. Ik denk dat hij, omdat hij wat jonger is en de jeugd heeft natuurlijk wel de toekomst en de tijd evolueert, denk ik dat de jeugd wel altijd beter wordt dan de oudere garde. Snap je? Dat is gewoon wel een feit. Ja, new and improved vaak ook. Hè? Ja, daarom. Dus ik denk dat het wel. Ik denk dat hij zijn doelen in ieder geval gaat halen. Nou, dat denk ik wel. Dan zit je in ieder geval in een sterrenkamp die jou in ieder geval de goede weg kan maken. Ja, dat zeker. Ik zit zeker op de goede plek. Ja. Nou, Mike, voordat we verder gaan met jou, laten we eerst even kijken naar een highlight. Jongens, wie is Mike Frenken? De Rode Hoek trainend bij Team Holsken. Dames en heren, uw aandacht voor Mike Frenken. Dan zit je in die hoek, hè? Als je nou al in dat opzicht ook trainingsmaatje bent van hem. Wat heeft hij jou bijvoorbeeld bijgebracht qua dingen? Zijn er dingen waarvan je zegt, van, nou, dat heb ik wel van hem geleerd, dat ik dat toch... Hey, dat wist ik niet, dat ik dat zo moest aanpakken. Voorbereiding tot de wedstrijd. Ik bedoel, ik ben nog niet zo ervaren in de A-klasse. Kijk, Nicky die loopt al jaren natuurlijk mee. En daarin deed ik nog altijd
Als kleins af aan, iedere zaterdag voor de wedstrijd, maar niet uit, frietjes. Frietjes? Frietjes, ja. Stop daar eens mee, weet je wel. Gewoon die onprofessionaliteit toch tot professionaliteit maken, dat ik er me toch meer op moet focussen. Juist, ja. Dat is mooi. Dat is mooi. Dat zijn ook de dingen. Hè. Dat zijn de, kijk, op een gegeven moment kom je natuurlijk op een niveau en dan gaat bijvoorbeeld iedereen loopt aan 100. En dan als je 100,1 loopt, ja, dan loop je al dat 1 en 100 loopt meer. Snap je? En daar gaat het om. En dat is dan frietjes, zodat is het rustmomenten, snap je? Al dat soort dingen die komen dan nu continu van pas. En dan ga je uitlopen op de andere atleten. Ja, en dat is mooi. En dat is topsport. Maar is harder werken altijd beter? Je moet ook kijken voor je lichaamsbehoud dat je niet te hard werkt. Ja, maar dat is ook periodiseren. Dat moet je als team zijn, dan moet je dat doen. Daarom heb je ook een team. En daarom is het ook goed dat als je een team hebt, dan ga je periodiseren. Nou, als je dan een traject hebt van 8 weken of 6 weken, iedereen kan dat voor zichzelf invullen waar hij zich goed bij voelt. Ja. En daarin... Ja, moet je dus kijken, oké, we gaan de eerste 2 weken doen dit, de andere doen dat en zo ga je door. En dat is eigenlijk hoe je dus topsport gaat bedrijven, snap je? Ja, en een frietje is al een goed begin. Een frietje is gewoon na de wedstrijd pas. Dat is lang geleden, maar in ieder geval, dat was... Ja, dat was gewoon zo'n typisch dingetje wat je van de leermeester hebt meegekregen. Hey, 12 juni sta je tegen Adnan Ayasio. Wat weet jij van hem? Ik heb de vorige stream gezien van die jongen. En ik zag zo, volgens mij dat hij ook gewonnen had, wat een koud. Tegen wie was ik alweer? Zairov. Weet je wat, anders kijken we even naar die knockout. Hier komt hij. Ja, die zat erop. Volgens mij gewonnen door medische interventie. Ja, een scheurtje. Ja, dus nou, hij maakt nu al een bepaalde indruk. Of doet je dat niet zoveel? Nou ja, ik bedoel, dat kan iedereen overkomen. Ik liet je recht op, wat was het hier? Moe bij Wengerhoek. Ik bedoel, dat kan iedereen overkomen. Ik bedoel, je moet gewoon oppassen. Ja, stap eruit, stap weg. Ik moet zo scherp zijn die dag dat ik moet eraan zien komen. Verder hou ik me gemak. Ja. We gaan het meemaken. Als jij nou denkt van ik wil graag Mike Franken ondersteunen tijdens deze avond, dat kan. Check dan even via wflstream.com en dan met hoofdletters Team Franken als je Mike daarin wil supporten. Nou heren, dit was hem eigenlijk weer. Ja. Bedankt voor jullie bijdrage, bedankt voor je komst. Veel succes weer terug naar Zummeren. Zummeren. Van Zummeren niet bang. Melvin, dankjewel voor je bijdrage weer. Top, Jeroen. Tot zover deze aflevering van The Punch. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende keer. Van harte welkom, je kijkt hier naar World Fighting League, de competition. We zijn hier weer in afwachting van een paar aantal fantastische partijen die we lekker op deze livestream gaan bekijken. Dus ik hoop dat je ingecheckt bent en dat je erbij blijft, want er komen echt hele mooie partijen aan. Geselecteerd. En die gaan dan, ze vechten allemaal tegen elkaar. Het is eigenlijk net zoals het Eredivisie voetbal. Ja. Dat brengt nu naar het kickboksen. Ik wil het natuurlijk professionaliseren, vereenvoudigen, verbeteren. En ik denk dat dit heel erg uniek is. Uit de rode hoek, Mike Franken. Ja.
Met een technisch knockout in de derde ronde, de winnaar uit de rode hoek, Kevin Hesseling.